Welkom bij een nieuwe aflevering. Het heeft even geduurd. Tekenen met Vincent, aflevering 9. Vorige keer heb ik Timon getekend en ik heb een leuke comment uitgekozen uit 133 reacties. Niet normaal, maar ik zag er eentje staan van Jordi van Zitteren en hij vroeg mij, teken de Hulk. En dat leek me een fantastisch Marvel karakter. Dus tot na de intro. Oh. Okay, people, let's go to work. Ja. Maar nu vragen jullie af, Vincent, ja, wat is dan de Hulk? Nou, dat is dat groene beest eigenlijk. En ik ga hem hier eventjes laten verschijnen. Flop, dit is hem. Dit moet ik gaan natekenen. Wat hier onder mij staat, dit grote gedrocht. Hij kijkt er helemaal niet vrolijk. Ik weet natuurlijk, lekker. Je ziet nu een thumbnail van mij. Dat is ook niet de bedoeling. Dit is mijn tekenveld. Nou, ik begin maar met het lichaam. Hij heeft een hele rare shape. Hij heeft echt een hele rare shape. Ik teken, hij is heel sterk, dus hij heeft heel veel massa. Ik teken gewoon een bodybuilder eigenlijk. En ik weet niet, die handen komen hier. En hij heeft die vuisten op elkaar. Ik teken alle spierballen zo. Huppakee, en dat vormt dan dat lichaam. Dat lichaam is natuurlijk een keiharde sixpack, weet je wel. Ja, ik kan ook gewoon mezelf natekenen. Overdreven. En, kijk, ik krijg hier dat hoofd. Dat heeft ook gewoon een ontzettend rare shape. Hij heeft een beetje vierkantachtig hoofd. Echt een fucking groot hoofd. Sorry voor mijn schelden, maar het is echt niet normaal groot. Nou, dan heb je nog meer van die spierballen. Hij heeft nog meer van die bobbels. Gelukkig, ja, zo. Gelukkig blijven die bobbels op zijn arm. Zo. En dan krijgen we die vuist weer. Die gaat ook helemaal mis. Ik wil niet weten wat voor fucking. Zo, en die sluit mooi aan zijn biceps. Zo, en dat gaat mooi daar. Holy shit. Ik weet niet wat die heeft getraind. Maar voor mij heeft hij met van die dopertjes getraind, weet je wel. Ik ben ook een beetje duidelijk. Ik ben ook een beetje groen. Nou, hij heeft een beetje kapot shirt. Omdat, ja, door de Hulk is natuurlijk dat shirt gaat kapot. En daar heeft hij dan een broek. Dat is hij ook massaal uitgescheurd. Omdat, ja, dat hij boos is, scheurt hij uit zijn broek. Dat die broek lukt wel. Dat is gewoon een kwestie van proberen. Nou, er komen die grote poten uit, zo. Huppakee. En die poten zijn ook echt niet normaal, met die grote tenen. Ik moet gewoon buiten beeld gaan tekenen. Zo, van die grote voeten. Hier ook een paar van die tenen. Net uit beeld, excuus. Ik heb gewoon te weinig plek. Oh, wow, oh, oh. We zijn er weer. Ik schrok me rot. Nou, dat hoofd is ook echt abnormaal. Dan gaan we zo beginnen. Ik wil eerst die hele mooie sixpack. Ik weet niet waarom ik die punt daar heb neergezet. Maar dit is echt een sixpack. Dus dat teken je echt keiharde sixpacks. En het leuke van een sixpack is dat er ook... Dat het er ook zes zijn. Zie je dat? Zo, een paar van die streepjes zo. En ik moet natuurlijk allemaal op die arm ook allemaal van die bobbels doen eigenlijk zo. Een beetje schaduw moet je eigenlijk. Maar ik kan hem niet inkleuren. Dat is zo. Nou, dan krijgen we dat gezicht. Dat gezicht is een beetje... Ja, een beetje mompelend. Een beetje chagrijnig kijkt hij wel. Heb ze ook zo'n dingetje op zijn kin. Van alsof er een beetje haar zit. Eén zo'n plukje haar, weet je wel. Ja. Nou, dan krijg je hier zo'n streepje. Het lijkt ook een beetje op een aapje hoor. Ik weet niet. Het heeft wel een beetje een apie-face. Misschien stamt hij wel af van een gorilla. Dat zou toch... Ik vind het nog best wel een gorilla-achtig nu. Hè? Nou, het zo zegt. Ik vind het wel het minste karakter van Marvel, hoor. Als ik eerlijk ben. Ik heb de eerste Hulk-film gezien. En de tweede heb ik nooit afgekeken. Omdat ik het gewoon niet cool vond. Zo, even bijna unibrow. Oogjes zo. Ik teken hem een beetje vals zo. Hij heeft natuurlijk een beetje een valse blik zo. Beetje boze blik. En dan krijg je dat grote haar. Je moet natuurlijk die oortjes krijgen. Die oortjes zijn best wel klein. Vergeleken met dat lichaam. Vergeleken met dat hoofd ook. Zijn die oortjes echt piepklein. Dan krijg je een beetje... Is het Goku haar? Het is geen Goku haar. Het heeft een beetje plukjes. Maar het is echt heel lastig om van dat haar te tekenen. Maar ik doe mijn best. I will try. Zo, hij heeft een beetje van die plukjes. Het haar is zo lastig. Dan moet ik veel dikker inkleuren. Kunnen we even een wat dikkere stift maken? Kijken.
Nee, dat lukt niet. Oh jawel, jawel. Kijk. Ik heb een dikkere stift. Zo. Een beetje detail voldoen nu, zo. Kijk, dan kan ik wat dikker intekenen. Zo. Nou, ik vind hem echt wel heel gaaf. Ik had vorige keer wel, dan kijk ik mijn video's terug. En denk van, oh Vincent, ik ben dat nog vergeten te tekenen. En oh, het belangrijkste, bij Timon was er bijvoorbeeld ook gewoon wat extra lichaamsdelen. En, of gewoon wat extra details op het lichaam. En dat wil ik nou wel gaan tekenen. Zo. Vooral bij zijn schaamstreek. Die ook een beetje in beeldje lopen zo. Ja, daar mist dan wel een beetje een bicep, zeg maar, in die broek. Oké. Detailsoortje. Hebben we nog hier nog wat? Hier nog een beetje van die massa's. Het zijn echt alleen maar strepen op dat lichaam. Het is net of die allemaal hechtingen hebben, joh. Zo. Nou, tof. Ik zet erbij de Hulk, ook in grote letters. Want het is natuurlijk ook Hulk. Zo. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat in die comments even weten wat ik moet natekenen de volgende keer. En dan zien we de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Doei!